Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering praten we met de directeur van Binnenlandse Zaken, de heer Nasir S. Kaak. Mevrouw Rosette Wirokajo van Vaasjeveld is ontheven als directeur van het Algemeen Oudedagsvoorzieningenfonds. Minister Ines Panee van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft haar dit meegedeeld in een brief. Meneer S. Kaak, welkom in het programma. Dank u wel. Wat is uw mening omtrent het ontslag van mevrouw Van Vaasjeveld? Nou, laat ik dit zo aangeven. Conform de personeelswet, en met name artikel 23, lid 5, dan kan het bevoegde gezag een personeelslid uit zijn of haar functie ontheffen. En gesteld wel dat de redenen waarom men daartoe overgaat, wel vermeld worden, waarom de persoon wordt ontheven. En dat is dan ook nodig om dan te voorkomen dat het een kwestie wordt van willekeur, omdat ik vandaag de persoon niet mag en ik ga over tot ontheffing zonder het noemen van de redenen die daartoe hebben geleid. Dus het kan wel dat het bevoegde gezag van wie welke reden dan ook, die ook genoemd zou moet worden, ja, dat een persoon kan worden ontheven uit zijn of haar functie. Is er volgens u sprake van rancune? Nou kijk, als in dit geval mevrouw Wirokajo van Vaasjeveld wordt ontheven zonder opgave van redenen, dan roept dat wel vraagtekens op, omdat het van behoorlijk bestuur getuigt dat de opgave van redenen, om dan tenminste erin moet worden vermeld waarom de persoon is ontheven. En indien dat niet is vermeld, ja, dan zijn er wel vraagtekens, ja, die daarbij opkomen om te weten waarom dan de persoon zonder opgave van redenen wordt ontheven. Er wordt gesproken over een oorlog tussen de ABOP en PL. Wordt er met dit ontslag bedoeld dat er olie op het vuur wordt gegooid? Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat zaken zeker aan elkaar kunnen worden gerelateerd. Want er was inderdaad tussen de ABOP en PL een soort van afspraak met betrekking tot de gang naar de komende verkiezingen. Dat men zou opgaan in een aparte partij weer, een nieuwe partij, waarin dus beide partijen vertegenwoordigd zouden zijn. En dat is dan niet meer doorgegaan. En als consequentie zou men eventueel kunnen denken van ja, dit is dan het geval. Maar ik zou eens willen stellen, kijk, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is met de wisseling van de wacht, met de komst van minister Ines Panee, een ABOP-ministerie. Het is eigenlijk geen goede benaming om het zo aan te geven. Elk ministerie is van het land en zou de belangen van het land moeten dienen. Maar wat ik pleeg te zeggen is dat het dan onder het beheer van ABOP daarmee is gekomen. En wellicht dat dan de personen die zijn ontheven uit hun functie daaruit voortvloeit dat het nu een volledig ministerie dat door ABOP zou moeten worden beheerd. Waardoor mensen dus de plek hebben moeten ruimen om ruimte te bieden voor andere personen die in die functies zullen worden benoemd. Wat is uw mening over deze politieke strijd? Er rest ons nog 206 dagen om de dag naar de stembusgang tegemoet te treden. En elke partij, of dan de meeste partijen, maken zich al op om door middel van hun verschillende standpunten mee te doen aan de komende verkiezingen. Het is in deze tijd van het jaar dat de partijen zich aan het volk willen presenteren als ze zijn een grote partij. Dus dat is inderdaad een politieke strijd. En helaas is het wel zo dat er vaak ook wel maatregelen worden getroffen, waarbij dus daarmee dan ook de principes van behoorlijk bestuur onder druk komen te staan. Maar de politieke strijd is er, omdat elke partij die meedingt naar de verkiezingen van
het komend jaar met de vooruitzichten op de oil- en gasindustrie, waarbij Suriname heel veel inkomsten zal genereren, dat die politieke strijd nu wel heel duidelijk aan het woeden is, om het zo te zeggen. Wat denkt u dat het mis is gegaan als we kijken naar de samenwerking tussen de ABOB en de PL? Nou, het is we waren in 2020 waren we samen de verkiezingen ingegaan door middel van een leesverbinding. En dat heeft geleid tot een totaal aantal zetels voor de ABOB en PL samen van 10 zetels. Ja. En door deze leesverbindenis is voor de ABOB ook duidelijk het resultaat geweest dat ze de voorzitter van DNA daarmee in de wacht hebben kunnen slepen en het vice-presidentschap ook. Ja. Het heeft de PL 1 zetel en het beheer over 2 ministeries opgeleverd. Dus dat was dus die samenwerking die er was. En ja, natuurlijk als het toch wel, als we dat een succesvolle samenwerking kunnen typeren, dan biedt dat natuurlijk goede perspectieven voor een voortzetting daarvan. Maar gaandeweg dus de voorbereidingen naar de komende verkiezingen, dan waren er toch wel een aantal punten waarbij dus de voorzitters van beide partijen daarover niet helemaal eens waren. Hetgeen heeft geleid tot, dus dat wordt gezegd, dat we maar liever apart de verkiezingen ingaan. En we hebben gezien dat dat heeft geleid tot een aantal andere zaken, zoals de ontheffing van onder andere mevrouw Van Vaarseveld. Voorafgegaan natuurlijk door 2 onderdirecteuren die voor haar dus ook werden ontheven. Had het volgens u anders gekund? Dus de hele ontstaande situatie? Ja, kijk, als we maar even kijken naar hoe het conform de principes van behoorlijk bestuur aan toe zou moeten gaan, ja, dan zou dan wel een opgave van reden te zijn vermeld in de brief. En u weet, de instructies met betrekking tot de uitvoering van artikel 3, lid 2 van de personeelswet, die zijn sinds kort geleden gewijzigd, waarbij dus de functiegroepen 1 tot en met 8 door middel van een beschikking worden afgehandeld en 9 naar boven door middel van een resolutie. In het geval van mevrouw Vaarseveld zou zij dan middels een resolutie moeten worden ontheven. Dat wil zeggen dus dat het zou moeten worden ondertekend door de president van de Republiek Suriname om die ontheffing tot stand te brengen. Dus dat zijn zaken die allemaal moeten worden meegenomen en waarvan we hebben gezien dat die niet allemaal richtig zijn verlopen zoals het zou moeten verlopen. Dus dat is wel iets dat dan niet conform de beginselen van behoorlijk bestuur hebben plaatsgevonden. Ziet u naar de verkiezingen van 25 mei 2025 nog een samenwerking tussen de PL en de ABOB? Nou, de PL is altijd een partij geweest die het samenwerken stimuleert. We zijn ons ervan goed doordrongen dat we de ontwikkeling van dit mooie land Suriname het best samen ter hand kunnen nemen. En natuurlijk binnen een samenwerking is het goed om met de partij in zee te gaan, waarbij de denkrichting tot op zekere mate hetzelfde is, zodat de samenwerking duurzaam kan plaatsvinden. Bij te veel uiteenlopende meningen of standpunten waar het verschil dan wezenlijk daar aanwezig is, zou dat misschien een moeilijke samenwerking kunnen worden genoemd. Maar voor alle partijen die zo'n beetje sociaal-democratisch gestoeld zijn in hun ideologie, staat de PL altijd open voor elke samenwerking. Omdat wij vanuit het standpunt uitgaan, samen doen is samen winnen. Hoe bereidt de PL zich voor op de komende verkiezingen? Nou, we hebben onze onderossers die wij dan op weg naar de
alvast de jaren van de partij op 5 december nu al hebben met onze achterban. Waar we structureren meetings en daar spreken wij dus het volk toe op deze meetings en we bereiden hen voor op wat er komen zal en wat het belang is van de komende verkiezingen. En dat het sociale rechtvaardigheidsbeginsel niet, dus dat zeg maar dat er ook een stem daarvoor in de regering zou moeten zijn om het inkomen dat rijkelijk het land zal binnenvloeien, dat dat niet maar in de sociaal-economische sector allemaal gestopt moet worden, maar de sociaal, die sociale rechtvaardigheid, wat betreft zeker de sociaal zwakkeren binnen de gemeenschap, de alleenstaande moeders, de mensen met een speciale hulpvraag, ja, dat zij ook meegaan in de lift van de vele inkomens die dit land zal kennen. Hoe verlopen de voorbereidingen naar de verkiezingen toe? Nou, de voorbereidingen naar de verkiezingen van 25 mei 2025, die verlopen heel goed. We zijn nu bezig met een heel belangrijk onderdeel van de verkiezingen en dat is dus onder andere de missie naar het binnenland om van de bevolking al daar dan de laatste updates met betrekking tot hun burgerlijke status te vernemen. Als ook degenen die nog geen ID-kaart hebben, dat we dan die aanvragen allemaal opnemen. Dus op 2 november aanstaande zal de mobilisatie beginnen waarbij men dus naar het district Sipaliwini zal vertrekken om van het lokale gezag al daar toestemming te vragen dat we de missies daar kunnen starten. En op 9 november dan is het voornemen om de missie naar het binnenland te starten. En dit is de laatste missie op weg naar de verkiezingen, omdat wij dan op 14 januari 2025 tot en met 12 februari de wettelijke terinzagelegging zullen hebben. En net als de voorlopige terinzagelegging die tot en met 14 december van dit jaar zal lopen, dan is het wel zaak dat wij uiterlijk zeg maar een paar dagen voor de sluiting van de terinzagelegging, wettelijke terinzagelegging van 12 februari 2025, de missies moeten hebben afgerond. En we zitten precies in die ruimte geboden dat men dan binnen 3 maanden dan die missies zou kunnen afronden. Dus dat loopt goed. De werkgroep vertrekt 2 november alvast voor de mobilisatie en op 9 november begint men de missie waarbij men dus een belangrijk onderdeel, de ID-kaarten aanvraag opname, als ook de verstrekking daarvan kan uitvoeren. Want u weet, het is een belangrijk legitimatiebewijs als men gaat stemmen, dat men of een ID-kaart overlegt als legitimatiebewijs, of een paspoort, of een geldig rijbewijs. Dus dat is onder andere iets wat heel binnenkort van start moet gaan. En we hebben de verschillende werkgroepen die nu volop de verschillende taken uitvoeren. We zijn onder andere bezig met de werkgroep straatnamen en huizennummering, waarbij de straten waar de straatnaamborden ontbreken, dus nu in orde worden gemaakt. Er wordt heel veel veldwerk daarbij verricht. We hebben de werkgroep Legger onder andere, die nu samen met de DC's oriëntatiebezoeken aan het afleggen zijn in verschillende districten. Om de stembureaus die voor 2025 een totaal van 673 stembureaus zullen moeten voorbereiden. Dat wil zeggen dus dat er in stad en in district deze werkgroepen allemaal bezig zijn om die nodige voorbereidingen te treffen. Daarnaast hebben wij in het bijzonder voor onze dames en vrouwen die geïnteresseerd zijn in de politiek, zal de derde training waarbij vrouwen worden gemotiveerd en geïnspireerd en getraind om zich als kandidaat te profileren, zal die van start gaan op 2 november. Dit is in samenwerking met Stas International onder leiding van mevrouw Karin Revas. En ik denk dat het ook goed is om te noemen dat wij in dit kader een geweldige ondersteuning hebben gehad van de UNDP om dat stukje van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw
maar ook in het kader en in het licht van de verkiezingen daar aandacht aan te schenken. Want het is een onderdeel van de verkiezingsinclusiviteit om dan elk een, en in het bijzonder de vrouwen in de gelegenheid te stellen om net als hun mannelijke counterpart ook volop te kunnen meedoen aan de verkiezingen. Dus er zijn enkele belangrijke activiteiten die vandaag de dag in het kader van de verkiezingen ongoing zijn. We zijn daarnaast ook bezig met het formaat van de stembiljetten, waar we al een goedgekeurd technisch ontwerp. Ja, maar we hebben in het kader van meer efficiëntie en eventuele besparingen ook een aantal nadere wijzigingen ingediend of opgestuurd naar het parlement. Zo, met de hoop dat zij dan die nadere wijzigingen van onze kiesregeling oppakken. Zodat de verkiezingen van 2025, dat alle verschillende facetten naadloos op elkaar aansluiten. En hiermee dan denken we dat we dan op weg naar de dag der stemming op 25 mei 2025 dan helemaal ready zullen zijn. De verschillende trainingen van onder andere het stembureaupersoneel, de verschillende districtscommissarissen die als voorzitters van de hoofdstembureau zullen fungeren, het Centraal Hoofdstembureau, dat die trainingen allemaal ook al gepland zijn en zullen worden uitgezet en uitgevoerd in januari van 2025. We leggen nu de laatste hand aan het curriculum van de verschillende training manuals en waar nodig worden die herschreven en aangepast aan de nieuwe kiesregeling die wij nu om handen hebben om de komende verkiezingen te organiseren. Tot slot, heeft u een boodschap die u wilt geven aan uw achterban? Nou, niet speciaal aan mijn achterban, maar aan elke Surinamer, vanwege het feit dat we dan richting de verkiezingen koersen. De verkiezing is, is een heel belangrijke stap in het bepalen van de verdere vooruitgang van de ontwikkeling en ontwikkeling van dit land Suriname. We hebben tot en met 15 december de gelegenheid om de persoonsgegevens bij de verschillende BVB-kantoren, als ook online te gaan controleren, wil ik de mensen oproepen om dat zeker te doen. En tot en met 15 december hebben wij ook nog de gelegenheid voor ieder die minimaal 18 jaar oud is en niet ouder dan 65 jaar een afgeronde middelbare schooldiploma heeft of enige ervaring met het werken op een stembureau, dat ik ze oproep om zich online op te geven op de website verkiezingen.gov.sr om te solliciteren naar een van de functies om te werken op een stembureau. Samen denk ik dat we een hele goede verkiezingen kunnen organiseren en dat is allemaal in het belang van de verdere vooruitgang en ontwikkeling van dit mooie land Suriname. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt bespreken, kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranang Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.